Nou, dit was het dan. We zullen voor altijd ongewenst kinderloos blijven. En als we later 80 zijn, zijn we twee oude verzuurde nichten. Die met z'n tweetjes in het bejaardentehuis zitten. Een kopje koffie te drinken. Dan zien we hoe al de kinderen voorbij komen om hun ouders te begroeten. Behalve wij, want wij hebben geen kinderen. En wij doen alleen nog maar aan bejaardenseks en mee aan de wekelijkse bingo. Zeg, hou eens op, drama queen. Je doet net alsof alle kansen om een wensmoeder te vinden nu verkeken is. Die is er ook niet, kijk dan zelf. Hier, grappig, verzorgend, fantasierijk, avontuurlijk, empathisch. En ze moet er ook nog een keer leuk uitzien. Ja. Oké, misschien zijn we een beetje veel eisend, ja. Waarschijnlijk bestaat die hele ideale wensmoeder niet eens. En moeten wij gewoon onze eisen een beetje bijstellen. Ze bestaat wel. Iemand die aan onze eisen voldoet. Jij kent haar en ik ken haar ook. Wie dan? Tiffy!